Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering Donkey Kong Country Tropical Freeze. Vandaag gaan we verder aan wereld 4. Ik zal me even voorstellen, ik ben Lucas van Doorn en ik speel door allerlei Nintendo games. Even kijken, welke gaan we vandaag doen? We hadden vorige keer 4-2 gedaan en beide uitgangen van 4-1. En we gaan vandaag 4A doen. Het level dat ontgrendeld wordt door de geheime uitgang in 4-1 te vinden. Als je die nou niet gevonden hebt en je wil weten waar die zit, dan kijk je in mijn vorige aflevering. Oh, wow. Dit level, daar staat me helemaal niks van bij. Terwijl het wel, ja. Oké. Ik had niks te verliezen, want daar is een barrel. Misschien is Cranky handig voor dit. Hey, bonusroom. Yeah. Oké, dat is deze weer. Waarbij je goed dat ritme erin moet hebben. Wow, dat was... Oké. Goed getimed. Yeah. Got him. En dan moet ik deze nog even uit de weg, want hier zit niks. Oké. Weten we dat? Ja, Cranky komt hier wel van pas. En daar is de letter K. Oh, hier is natuurlijk ook nog een onderwatersector. Mogen we niet overslaan. We hebben daar een hartje. Oh, de haai. Ja, daar moeten we voor oppassen. Want die komt ook onder water achter ons aan. Goed, nieuwe onderwatersector. En dit is een verplichte onderwatersector. Benadement. Kijken, die pakken we even mee. Ook al is het niet nodig. Oké, wat is dit? Puzzelstukje, denk ik. Als je ze allemaal haalt. Ja, ik dacht even door de vorm. Want meestal krijgt het al de vorm van een puzzelstukje, maar nu niet. Wow, wat is dit dan? Is gewoon een zaagvis of zo. Die kunnen we van achter aanvallen. Maar dus niet van voren. Wat? Oh, dat is lucht, 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 lucht. Ik denk dat daar beneden wat zat. Aan de rechterkant. Maar ik had geen tijd, dus wellicht als we een puzzelstukje missen aan het eind, dat we daar nog eens kunnen kijken. Oh, dat is dus geen breekbare pot. Wel 3 van 9, het zijn er 9. Dus, ja. Even kijken. Oh, die hadden we misschien beter kunnen bewaren, dat hartje. Gaat hij niet terug naar zijn thuisplaats? Ja. Was het totaal niet waard. Ja, de bananen hebben we denk ik niks aan.
Wow, dit is vet. Dit is echt vet. Ik zeg je eerlijk. Oh, die is weer gerespawnd. Oké. Geen verdere attributen hier. Hé, hey, een kanon dat ons naar een bonusdroom schiet. Oh, ik dacht dat het ons terugschoot naar. Gewoon naar boven. Kun je hier een beetje bijstellen? Zorg wel dat je op tijd weer terug bent boven het kanon. Ik herinner me eigenlijk dat er veel meer van dit soort bonusbananen dingen waren met puzzelstukjes dan ik me in dit spel nu voorgelegd krijg. Misschien komt dat nog in de latere werelden. Maar ja, dat vind ik wel apart. Dat het dan eigenlijk niet is zoals je het je herinnert. Ik vind het wel een cool level. Wat hebben we hier? Oh, die haai. Oh, die kunnen we dus zo verslaan met Cranky. Dat is heel gaaf. Super gaaf. Ook al was het het totaal niet waard om voor die bananenmunt hier beneden te gaan. Ik vond het het wel waard om uit te vinden dat Cranky die haaien kan verslaan. Goud. Vier van negen hebben we er. Ik heb nog geen N langs zien komen, dus het zou kunnen dat er geen 1 was. Wat? Ik druk op R. Dat betekent dat er een zwemrol gedaan moet worden. Ja, waarom? 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 Ik druk op A. Ga me alsjeblieft vertellen dat het het waard is om deze bananen te verzamelen. Lul de hangers, lul de behanger. Hond. Oké, we nemen weer Cranky. We zijn nu nog steeds bij de O. Laatste checkpoint was bij de O dus. Net ervoor. Dat was close. Volgens mij zijn die bliksemschichten nooit op de parcourslijn. Dus ook al ben je er heel dichtbij, dan is het niet zo dat ze je kunnen beschadigen. Oké, nu wil ik echt dat je met je stok gaat slaan. Want het duurt 3 jaar voordat ik wil dat het gebeurt. Of dat het duurt 3 jaar tussen het punt dat ik wil dat het gebeurt en dat het ook echt gebeurt. Geef me lucht. Gewoon geef me lucht of zo.
Oké, het is dus wel een puzzelstukje. Maar je moet dus goed op je luchtmeter letten. Misschien nadat je één vijand gedood hebt met Cranky. Misschien zal ik het nog even in beeld halen. Hoe ik het zelf zou doen. Oké, hier is een checkpoint voor de N. En we zijn dus over de helft met de puzzelstukjes. Dit is er nog één. Ik hoop niet dat er een timer op zit. Ik kan het zelf niet horen. Ik heb nooit geluid bij mijn spellen, want dan zou je het twee keer horen. Maar het is er dus wel één. We zijn op 2/3. Oké, wat is hier beneden? Bananenmunt. Hartje. Ik vind echt. Ja, het spel kan dat zelf niet weten natuurlijk, maar stop met zulke sinistere plekjes maken met. Dingen die ik niet nodig heb. Ik bedoel, het spel kan zelf niet weten welke dingen ik nodig heb, maar. Dat was het dus ook weer totaal niet waard om voor te gaan. Om daar een leven voor te wagen. Oké, ik vind deze sector wel leuk. Ik zie daar een geheime doorgang. Geheime. Geheime doelton. Zeven van negen. Dat waren ze dus nog niet allemaal. We weten waar we ze kunnen zoeken, misschien. Oké, dit is dus geen breekbaar blok. Breekbare blokken. Want dan gaat die haai namelijk weg. Dat pas ik niet zo vaak toe, moet ik. Wat? Heb je nu een extra hartje? Dat is cool. Dat moet ik even uittesten met. Als er meer vijanden in beeld zijn. Ja, lijkt me wel, hè. Oh, oeps. Snel. Oeh, hartje. Oh, maar we hadden ze alle vier nog, want ja. Ja, die kun je dan natuurlijk niet aanvullen. Oké, komt ie. Yeah. Maar dat is gaaf. Dat wist ik niet.
En dat is ook de enige keer dat ik het toe ga passen waarschijnlijk. Ik weet niet of een midbaas of een... Zijn er midbazen in het spel? Geen idee. Of een eindbaas van een wereld daar kwetsbaar voor is. En ik denk dat je ook Cranky nodig hebt voor de geheime uitgang. Ah, puzzelstukje. Oké, ik haal nu de normale uitgang met Dixie. Zometeen zien jullie me terug voor de geheime uitgang. Oké. Okay. Geen exit portaal. Oké. Okay. Oh. Je moet dus iets eerder springen, want deze doelton zat wat hoger dan normaal. Dus je verliest snelheid tegen de tijd dat je tegen de doelton aanspringt. En daarmee kom je ook minder snel dan normaal tegen de doelton aan. Wacht, ik moet even. Hoe groot is deze wereld en waar gaat het pad heen? Vraag ik me nu af, want ik zie daarboven het level waarvan ik dacht dat het een tempellevel was, maar dat is niet zo, want die zit hiernaast. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Ik kan niet exact meer de kaartschermen herinneren. Wel hoeveel werelden er waren. Dat onthoud ik altijd. Ben je nou ook zo benieuwd? Dan raad ik je aan om te abonneren op mijn YouTube kanaal, want de rest van de serie die komt gewoon op dit kanaal. Is dit een onderwater level? Onderwater schaduw level. What the heck? Oh. Hè? Huh? Hoe moet je die halen dan? Als ze oplichten ben je dan kwetsbaar. Lucht, 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 lucht. Poeh. Wat is dit voor beest? Ik kan het niet thuisbrengen. Maar ik denk dat we hem nog terug gaan zien. Dat is volgens mij een kleinere versie van de eindbaas. Dat herinner ik me dus ook nog. Kom op, hartje. Nee, kak. Oh. Eén van negen, dan hebben we er sowieso één gemist. Ik twijfel of ik ze allemaal op mezelf kan vinden dan.
3. De laatste keer dat ik me herinner dat er een verplichte 3 barrel was, dat was in Frantic Fields, in wereld 3. Seconden. Netjes hoor. Ik weet niet of ik vooraf had gezegd dat ik het zo snel zou kunnen, maar. Oh wow. De letter O. Oké, die zijn dus te alle tijden bewapend. Hartje gelukkig. Verder niks. Lucht halen. Drie van negen. Waar hier toevallig wat? Oh. Je moest dus langs dat bord. Ik dacht al. Wat? Waarom? Waarom? Ik wil serieus, waarom? Oké. Wat je dus moet doen is zo langs dit bord en dan gaat hij omhoog. Want die tentakels die kun je dus echt niet aanraken. Ik meen me te herinneren dat ik ooit zag van wel, maar. Die kwijt. Vier van negen. Oké, misschien levert dit wat op. Yes. 5 van 9. Kanon. En die schiet ons naar een bovengronds gebied.
6 van 9. Misschien wel. Ja. Oké, dit glijdt. Zeven van negen komt toch nog een heel eind. En er is een checkpoint, dus misschien zit er nog wel een achter. Oké, dus dan moet je wachten tot dat intrekt. Oh, die vissen. Oh ja. Er zit natuurlijk iets in, hè? Acht van negen. Oké. Volle luchtbar en dan. De G. Wat de fuck? Ja, ik haal hem maar. 8 van 9. Ik vind het een wonder nadat ik echt dacht van nooit. Dat ik zo laat pas het eerste puzzelstukje kreeg. Ik denk dat dat ook het interval is waarin het nog missende puzzelstukje zit. Oké, we zijn met een volle equipment weer bij de laatste sector. Als ik dus, nou ja, nu geen volle equipment meer. Als ik dus de sector had rondgekeken met één levenspunt, wat voor mij een te groot risico was, ik wilde het niet weggeven. Dan had ik ze dus daadwerkelijk al een 9 van de 9 gehad. Oké, zijn we 9 van 9 en daarmee sluiten we de aflevering af. Want dat was de derde doelton. Wederom twee einddoeltonnen en één geheime. Dus bedankt voor het kijken. Volg me op mijn sociale media om op de hoogte te blijven van verdere activiteiten in de studio's wanneer ik opneem, wanneer ik edit, wanneer het rendert. En wanneer het online komt, alle gebruikersnamen en linkjes staan in de beschrijving. Als je deze serie verder wil zien, met dus onder andere hoe deze wereld loopt, waar ik iedereen aan het relatieve begin van deze aflevering ja, een beetje nieuwsgierig mee maakte, dan vergeet dan zeker niet te abonneren, want dan krijg je de rest van de afleveringen waarin we dat uit gaan vinden, allemaal onder het tabblad abonnementen. Vond je deze video leuk of heeft hij jou geholpen met het verzamelen van de collectibles? Geef hem dan een duimpje en ik zie jullie de volgende keer weer.